Thank you.
dat wees de niemandworst. Deze is een taalfout, maar dat stuitte niemand tegen de borst. Er was berg nog dal, geen pubers met acne, er was niets en dat was al. Er waren geen deadlines, geen schouders uit de kom, er was geen werkloosheid, want er was geen werk. Maar ook geen kat die werken kon. Er waren geen frigide minnaars, geen valse projectontwikkelaars. Er was nooit sprake van negatieve balansen. Er waren geen rouwkransen of parasieten. Geen donderpreken, geen lelijke draken. Er was niets en dat leek normaal. Niemand schreeuwde het van de daken. Er waren geen IKEA-kasten en dus ook geen stukjes die ontbraken. Geen stinkadem en niemand die de tijd vergat. Er waren planeten, nog kometen. Geen winstbejag, geen David en geen Goliath. Er was ebola nog tombola. Geen vijanden van het kritisch denken. Er waren geen gevoelens, die kon je dus ook niet krenken. Geen broeken die afzakten, omdat men met de riem een kind was aan het slaan. Er waren geen bombrieven en geen kuifje op de maan. Er was geen incest, godzijdank. Geen verstikkende dogma's en geen folterbank. Geen melanomen en geen charcuterie. Opinies, nog hypocrisie. Geen vaderland en geen morele plicht. Er was geen zwaartekracht en geen gewicht. In den beginnen was er niets. Niets, niets, niets. Maar toen gebeurde er iets. Hij vroeg zich af wat die heerlijke geur was die altijd om haar heen hing. Hij nam haar hand en bracht die naar zijn gezicht. Nadrukkelijk snoof hij haar geur op en vroeg: "Hesh no het shilik en shim?" Ze moest even nadenken voor ze begreep wat hij bedoelde. "Oh, dat is Fanny. Fanny," herhaalde ze nadat ze aan haar eigen hand had geroken. "Fanny?" herhaalde hij, blij als een kind. En stak de duim op van zijn linkerhand, die hij nog altijd tegen de muur hield. "Fanny. Fanny." Ze bloosde. Nog nooit had ze iemand ontmoet die tegelijkertijd zo mannelijk en zo kinderlijk klonk. Het spelletje ging door tot ze elk besef van tijd en ruimte verloren hadden. In die kleine holte, afgesloten van de rest van de wereld, ontdekten zij twee in elkaar. Uiteindelijk brak Cecile haar wijsvinger naar haar mond en zei: "Lippen." Hij zei het haar na, zoals dat moest volgens de regels van hun spelletje. Ze knikte snel met haar hoofd om aan te geven dat ze nog niet klaar was. Vervolgens legde ze haar middelvinger op zijn lippen en zei opnieuw: "Lippen." Aarzelend herhaalde hij het. Ze keek naar haar vingers, hem uitnodigend om haar blik te volgen. En terwijl ze ze langzaam naar elkaar toe bracht, zei ze het woord: "Kus." Voor hij in staat was zijn ogen van haar los te maken en het woord te herhalen, drukte ze haar mond op de zijne. En voor de eerste keer proefde hij de uitheemse lippen die zijn geliefde vanillegeur met zich meedroegen. Goedenavond en welkom op alweer een Saint-Amour, het feest van de liefde en de lust en alle ellende die daaruit voorkomt. En dan heb ik het niet alleen over kinderen. We begonnen zeer toepasselijk met het lied In den Beginnen. Dat is van de Bronstige Bazookas. Dat is het fantastische koor dat u hier achter mij ziet. Dat zijn voornamelijk moeilijk opvoedbare jongeren met een taakstraf. De sopraan Britt Truits die doet 40 uur gemeenschapsdienst voor het dealen van bedreigde diersoorten. En ze brengen vanavond een soort van oratorium voor u. De composities zijn van Michael Breijs, die ziet u hier met zijn fluit. Voilà, voilà. En daarachter Andy Fieres, die zag u daarnet al, die komt zo meteen nog eens. Dat op zich is een wonder. Meestal zit daar een week tussen als hij twee keer komt. Hij gaat, wie ook nog terugkomt, is Ish
Ait Hamou. Die gaat een prachtig fragment, nog een tweede fragment lezen uit Cécile, zijn roman. En Gods favoriete Fransman is er ook, Dimitri Verhulst. Andy en Dimitri die gaan zo meteen een tekst lezen over hun favoriete lichaamsdeel. Ik ga de naam niet noemen, Andy kan dat veel beter. En ik kan u verzekeren, als Dimitri klaar is, dan ligt u nooit meer aan een postzegel. Maar goed, eerst leun rustig achterover, laat u oraal bevredigen door de prachtige gezangen van de bronzige bazookas. Is mijn hemel, maar ook mijn hel. Ik zou werkelijk uren kunnen vertellen over dat ding. Het is mijn hartedief. Het is mijn pisser, mijn pietje, mijn sissende sampan, mijn handvat, siskebab, mijn sluikstorter, liplezer, flieter, mijn lege blafte mitrailleur, mijn zorgenkind, mijn fles likeur, mijn schutspeer en mijn onruststoker, graaier, bloedhond, masochist, mijn laatste woord, mijn schuinsmarcheerder, mijn kompas, mijn lap, verlegen scheet, mijn kannibaal, mijn topatleet, mijn lange dikke bonneboom, mijn lullig ding, gevoelige snaar, mijn dienstweigeraar, mijn mythomaan, mijn kwispelaar, mijn dageraad en avondval, mijn schakelaar, mijn talisman, mijn moordenaar, mijn oppergod, mijn keurder en mijn tobberaar, mijn duivelskind, mijn gulzigaard, mijn boorplatform, Genghis Khan, speleoloog, mijn vleesdolfijn en meisjespijn, mijn goeie Vlaming, geile haring, mijn veroveraar, mijn vlekkenmaker, roze wildeman, mijn lauwe kwast, mijn koning vol honing, mijn tranend slotakkoord, slikstik, kindermaker, mijn prairiedraver, mijn beverklever, mijn spletenklever, mijn drumstick, Easy Rider, Excalibur, mijn hittezoekende raket, mijn sloophamer en soa constrictor, mijn vleeslolly, mijn diepzeeduiker, boezetemmer, wonderbro, mijn tampeloerder, mijn vleesportefeuille ploeger, mijn paarshelm, mijn lunapark jeton, mijn darmkanaal cannibaal, mijn scherp en sluipschutter, mijn amoureuze prei, mijn malle slappe, chef, kok, huidfluit, topkornuit, parelduiker, mijn flink dooraderd aureool, mijn strateeg, mijn samenzweerder, mijn club van één, mijn gids, mijn glanzend marmer, Terminator, mijn schender, mijn slokop, mogul, goddelijke wetteloze, dan wel wettelijke goddeloze, mijn schone slaper, mijn kleffe keffer, mijn schedeloze degen, speuren naar een degelijke schede, mijn jachthoorn, mijn druipend aanmaakhout, mijn lust en last, mijn snotkanon, recordbreker, mijn ambetante, vigilante, penetrante, mijn amateur gynaecoloog, mijn groter kader, mijn toverfluit, mijn stokmajoor, mijn penningmeester van het vleesportaal, mijn bosbrand en versnipperaar, pompier, bloedzuiger, mijn slappeling, mijn minnestreel, ha,
captain, my captain. Een machine, mijn buspomp, lidmaatschap. Mijn fundamentalist, mijn ezeltje strekje. Krokantmaker van linnen. Mijn steunpilaar, mijn stalpoetrel. Mijn klepel, dier in winterslaap. Mijn ivoor en ook mijn kandelaar. Mijn sopper, vijvervuller, zieligaard. Mijn stokstaartje, pepermolen, grafdelver. Mijn stijf karakter, mijn zaaier en bemiddelaar. Mijn lastig kind, mijn flinke vent, mijn onuitputtelijke bron. Mijn onruststoker, nachtmerrie van elke non. Mijn borrelende waterkoker, drilboor, stucador. Mijn Petrus aan de hemelpoort. Mijn heerlijkheid, mijn stoephoerkrijt. Mijn vleesmatrak, mijn rietje voor Sofietje. Mijn één oog zonder katarakt. Mijn handlanger, mijn lokker, mijn gelokte. Mijn verstokte inboorling, mijn joker en mijn zendeling. Mijn douchekop, mijn pelouse sproeier. Mijn koddige knoeier, mijn fiere pik. Mijn ongelikte viezerik. Mijn tube wonderzalf, uier voor een dorstig kalf. Amandelpoker, mijn toorts, mijn trooster, mijn bron en Ironman. Mijn topatleet, mijn kietelaar, mijn buikbanaan. Mijn periscoop, mijn wonderworst, mijn schender, freelancer, zwaar geval. Mijn pipet, mijn redder zonder zwembrevet. Mijn dwingeland, mijn wichelroe die altijd water vindt. Mijn zaadgever, raadbrenger, mijn pookschabouw. Mijn loltrompet, mijn zonderling, mijn kutbrummer, mijn bajonet. Mijn matterhorn, mattenklopper, motherfucker. Mijn rokkenjager, hengelaar en trouwe onderhandelaar. Mijn strever, mijn bisnummer, mijn onophoudelijke drang. Altijd en overal mijn totale ondergang. Consequent. Ongerecht. Trotse van des Heersers wilde
Mijn ochtenderecties waren verdwenen. En ik betreurde het dat ik ze niet met trots had bewonderd toen ik ze wel nog kreeg. Die belangeloze, matinale verheffingen van het lid die ruim te snel werden murwgepist. Een zonnegroet. Namaste aan de wekker op de kast. Namaste aan de kleren op de grond. Namaste aan de vrouw aan wie ik dacht en die er niet lag. Al maakte het niet uit of er iemand naast me lag. Met of zonder bedgenoot werd ik voortaan wakker met een lammenadig lulletje. Het had me niet mogen verbazen. Ik had heus de ontradende foto's op mijn pakjes rookwaar wel gezien. Eén of andere derde rangs mannequin beteuterd starend naar die Jansali tussen zijn benen. Ik rookte al sinds mijn 12e mijn potentie naar beneden. En de generatie die daar niks van begreep, was reeds geboren. Yoghurt moest aan de macht. En wat mij natuurlijk ook in rekening zou worden gebracht te vereffenen in centimeters, waren de ontelbare decaden van vaten rode wijn. De jongste niet meer zijnde, stijf op de verkeerde plaatsen. Er was een tijd die ik evenwel niet met geluk in verband bracht, dat ik maar naar mijn pik hoefde te kijken, of hij stond reeds in de houding. Een jonge hond was het, kwispelend alleen nog maar omdat hij werd uitgelaten. Het volstond dat ik onder de douche stond en hij gaf acht voorbij. Alles ging onherroepelijk voorbij en er waren zeker zienswijzen waarbij je vrolijk werd van dit feit. Vrouwen hebben de potloodtest, mannen de postzegeltest. Dat ik dit weet is op zich al belachelijk genoeg. Het is een teken van een verspild leven wanneer je deel kan nemen aan een televisiequiz. Om vast te stellen of erectieproblemen al dan niet psychologisch van aard zijn, wordt mannen aangeraden om voor het slapen gaan een reepje postzegels rond hun geslachtsorgaan te binden. Niet te strak en met de kleefzijde naar de buitenkant. Omdat een gezonde man zo'n 5 stijverts krijgt per nacht, zou het reepje bij het ontwaken gescheurd moeten zijn. Wel, ik had nog postzegels. Met de beeltenis van de koningin erop. En profiel, zodat haar adellijke neus, een Toblerone, geen twijfel liet over haar verheven pedigree. Denkend aan het mens onder het kroontje, poserend in een schildersatelier voor haar postzegel, waarvan ze misschien dacht dat die zou prijken op liefdesbrieven of op dwangbevelen tot betaling gericht aan de burger die weigerde of vergat bij te dragen aan haar dotaties. Ze had het eens moeten weten hoe haar statieportret als een bandje om mijn sigaar kwam te hangen. En wat zou ik graag haar vreugde hebben gevoeld toen ze dit vernam en besefte alsnog nuttig te zijn. Niettemin, ik nam notie van mijn eigen bespottelijkheid. Schaamte om mijn gedrag, waarin ik evenwel volhardde. Haar majesteit ringde mijn pierliwierli tot de ochtend. Ze was een vakvrouw in het knippen van lintjes, maar niet dit keer. Spontane erecties waren dus niet meer voor mij weggelegd. Een nieuwe horde naar de tombe die weer genomen was, naar ik aannam de normale gang van aftakelen, ook zonder de hulp van nicotine en alcohol. En ik zou er makkelijker, veel makkelijker vrede mee hebben kunnen nemen, indien daar niet plotsklaps de liefde voor Elma was. De machine werkte nog wel. Er gierde nog altijd geilheid door mijn lijf en ik was ook technisch gezien nog wel degelijk in staat om te vrijen, maar anders. Het was me opgevallen dat ik op middelbare leeftijd begonnen was het belang van zoenen hoger in te schatten. Dat hele circus aan gelebber had mij ooit hoogst overbodig toegeschenen. En de volkeren die deze uitwisseling van bacillen uit hun cultuur weerden, hadden mijn sympathie. Maar gaandeweg werd ik een zoener, een overtuigde en een goeie ook, geloofde ik zelf. Tussen tong en toeter lag een levenslijn en ik zoende eens de 45 voorbij, mijn roede op. De betekenis van het voorspel werd me duidelijker naarmate ik meer versleet. Maar Elma was geen zoener.
omdat het haar te intiem was. Meer en dieper nog dan met mijn lul, drong ik in haar wezen binnen met mijn spraakorgaan. De kus vroeg een grotere mate van overgave. En dat begreep ik. In die zin was het volkomen bekoten bikkerd natuurlijk dat sommige landen, ook deze die zichzelf modern vonden, een gedwongen tongzoen niet als een verkrachting zagen. Maar gezien zij geen zoener was, heb ik nooit met mijn beste wapen om haar passie kunnen strijden. Hard genoeg om in haar te dringen, dat wel, doch ver onder mijn mogelijkheden. Een fragment uit De Pruimenpluk was dat. Even iets praktisch. Op uw stoel heeft u bij het begin van de avond een soort bankkaart gevonden. Daar staat een QR-code op. U kan die met uw telefoon scannen en dan heeft u het hele programmaboekje meteen. Er staat de affiche ook op, het campagnebeeld. Dat is dit jaar. U ziet het ook achter mij. Dat is een ontwerp van N-VA-fractieleider Peter de Rover. Dat is een hoogtepunt uit zijn oeuvre. Hij heeft het op 4-jarige leeftijd gemaakt. Dat heet Ode aan de Schoonheid. Maar geef nu toe, vroeger hadden we meer kunstenaars die oog hadden voor schoonheid. Neem nu bijvoorbeeld dit prachtige beeld hier achter mij, 1883. Portretteert een zeer bekend auteur van beroemde romans zoals Hoe men schilder wordt, Houten Clara, Blinde Rosa en Rikketikketak. Iemand? Nee? Moederliefde, Een uitvinding des duivels. Dat zijn twee romans. Bavo en Lieveken? Nog altijd niet. Amai, staatsprijs voor letterkunde nog. Dan zien 1865 Valentijn, Levenslust, de burgemeester van Luik. Wat voor een publiek zijn jullie, zeg? Alleen mannen. Oké, nog één. De Leeuw van Vlaanderen. Ah, ja. Dat beeld dat op het Conscienceplein staat, dat is hem dus, hè? Hendrik Conscience. De godvader van de Vlaamse kanon. Het is dankzij deze man dat wij zijn volk vandaag Volt kunnen lezen. De prachtige roman van Roderick Six. Een fantastisch boek, dat zeg ik niet. Dat zegt Peter Verhelst. Letterlijk zegt hij bijtend geestig, heerlijk duister, perfect sentimenteel. En pas op, de openingszin van zijn roman luidt: er is een storm op komst. Ik zeg het u, de schrijver is een ziener. Zo meteen gaat het dak eraf. Indien niet door de wind, dan wel door Roderick Six. De stoel naast me is leeg. Wanneer ik naar links kijk, betrap ik mijn hand. Zwevend tussen twee leuningen tast hij de leegte af. De holte die in de wereld is achtergebleven. Koppig klappen de vingers open en dicht, als een grijparmpje in een verlaten kermishal. Iedereen is al lang naar huis en op de bodem liggen geen knuffelberen meer. De hand lijkt het maar niet te begrijpen. Dat niemand zal plaatsnemen, niet in een bombardement van bloemen. Dat er geen knie meer is om warm op te landen. Dat er niets meer te strelen valt. Maar de hand wil zijn nederlaag niet toegeven en wipt nogmaals over de leuning, over de barricade en glipt de steegjes in, daar waar oude stemmen gonzen. En de zon daalt neer achter de gevels en parelt dan langs de stegen door het struikgewas. En hier, in deze tuin die naar lavendel ruikt, zitten we al de hele namiddag. We wilden picknicken. We waren onderweg naar een delicatessenzaak, hand in hand de brandende heuvel af. Want iemand boven ons had tuinafval willen opfikken en de wind had de vlammende makkieën gejaagd. En er was geen onmiddellijk gevaar, maar boven ons zagen we blushelikopters af en aan vliegen, pendelend tussen berg en kaap. En misschien was het omdat de lucht iets zwaarder ademde en naar roet rook, dat zij zei, laat ons eerst iets drinken, een cocktail misschien. Laat ons iets drinken, een cocktail misschien. En met die paar woorden lieten we ons plan varen. Meteen leek de zee te ver af en de mand te lomp om te dragen. En arm in arm walsten we de voortuin binnen. Vroeg, zo vroeg dat iemand nog met een bezem in de weer was. En de barmeiden lachten. Kijk, daar zijn ze weer. Hand in hand. Daar zitten ze weer, te nippen van drankjes. En straks zullen ze hapjes bestellen. Alles door elkaar. Eerst rauwe vis en dan sorbet en dan geroosterd vlees.
en dan nog eens oesters. Gewoon waar ze zin in hebben. Lukraak van de kaart. En we bestelden fonkelwijn. En daarna nog een fles. En daarna kwamen de obers de ijsemmers bijvullen zonder ons nog vragen te stellen. Want wij zaten verstrengeld in een omhelzing. Of we zaten zo afwezig te dromen dat we hen niet eens meer opmerkten. En we praten. En ik hoorde haar. En we luisterden naar elkaar. En tegelijk beloerden we de wereld om ons heen. De andere koppels en de klikjes vrienden die de lusttuin binnenschreden. En later, toen de oranje nacht, de berg stond in lichter laaien, maar het voelde aan onze vreugdevuur. Toen het uiteindelijk toch te koel werd en de wind onverbiddelijk kwam opzetten en pirouettes van rook over het gras blies, zouden ook wij ons nestelen in een hoekje van het restaurant dat verdacht veel op een Oosters bordeel leek. Nog later zaten we paraat aan de bar van Ebbenhout, toekijkend hoe de barman met veel zwier de ene na de andere cocktail de zaal instuurde, vol bewondering om zijn vlugge vingers. En af en toe schoof hij ons kleine glaasjes toe, proevertjes, amuse-bouche, zoals hij ze noemde, want hij had nog in de lichtstad gewerkt. En we wisselden adresjes uit van tentjes en statige hotellobby's en ik zag haar breder glimlachen. Want ook zij hield van die stad, van haar grandeur, haar brede lanen, aangelegd door keizers die niet om armen maalden en hele wijken platlegden, enkel om een ark of een standbeeld van een voorganger ademruimte te geven. Een stad vol goed geklede mensen. En ik herinner me dat ook wij daar op een terras hadden gezeten. Een hele avond, in een bar waar bekende modellen zich drank lieten welgevallen. En naast ons zat een heer. Een ander woord kan ik niet bedenken voor de man die in zijn maatpak van Kashmir zijn avondkrant zat te lezen, terwijl hij zichtbaar van een sigaar genoot. Gewoon een drankje na gedane arbeid. Nee, een beter woord was er niet om hem te omschrijven. En toen onze blikken kruisten, knikte de heer me toe. Als een broeder, als een metgezel van het moment. En terwijl daar, in die stad, de zon onderging en het laatste licht de witte pilaren van het museum aan de overkant van de Kasseistraat streelde, kwam er een bedelaar langs. Zijn palm naar de hemel gericht, geld of een sigaret. En ik weigerde hem iets toe te stoppen. En hij schuifelde verder naar mijn buur die opkeek, zijn ogen net boven de krant. En in één vloeiende beweging overhandigde hij de bedelaar een biljet. Want ook die man was zijn broeder, zijn gezel in deze stad van diamant. Glinsterend, maar ook met doogenloos hart. En ik voelde geen schaamte, geen falen, want ik begreep dat morgen alles anders kon zijn. Dat wij, de bedelaar, de heer, ik, dat we allemaal broeders bleven, gezellen in een moment. En daar dacht ik aan, toen ik met haar onder de Kaapse nacht mijn glas opstak naar de barman die breed grijnsde en daarna ook net iets te gretig naar haar loerde. Maar ik gunde hem die schoonheid, de balsem op mijn ogen, want hij had gezien wat ik gezien had. En iemand legde een vederlichte hand op mijn schouder, want het was druk en ik keek om en ik zag de glimlach van een vrouw die even voorover moest buigen om haar handtas van de grond te tillen. En haar jurk viel rijkelijk open en haar parfum mengde zich met de prikkelende alcohol. En ik staarde in een diepe, lonkende kloof. En de zoete geur van verval steeg op. De geur van het leven op haar hoogtepunt, net voor het rot haar tanden in de appel zet. Maar toen lachten we en dronken we en we praten en ik kreeg maar niet genoeg van haar ogen. Haar schaterlach, haar mateloos geluk en haar verhalen vol hunker naar meer. Iemand beweerde ooit dat het heelal uit snaren bestaat. En het was zo'n snaar die we aanraakten, samen, met onze vingers verstrengeld tussen onze barkrukken in, omringd door schittering, gewikkeld in een kokon, bewaard in grootse handen.
gedragen door niets dan warmte. En dat alles kwam lang, lang voor de stilte na de knal. De bronstige bazookas, met op de piano Thomas de Prins was dat. Hij zit daar in Tonkermeister wel blij mee. Als we hier vanavond gezellig samen zitten terwijl we daarmee bezig zijn, dat is wel heel bijzonder, zit mijn dochter, ik heb een tienerdochter van 14, die zit nu op haar eigen kamertje onder het dak in de storm, in haar eigen geborgen wereldje, smartphone, Spotify, Instagram, TikTok, al dat soort dingen. En ook een boek. Wel getelt één boek dat ze onlangs gekocht heeft, een tijdje geleden toch al op de boekenbeurs. Het is geen verplichte lectuurlijst, maar uit heel die zee van boeken kiest ze er eentje. Als je iemand verliest die je niet kan verliezen, van Ish Haitamu. Dat is op zich, toen ik daarnet thuis vertrok, zei ze tegen mij, papa, wil je tegen die meneer alsjeblieft zeggen dat het supermooi is? En ze zei het echt waar, met tranen in de ogen. En ik heb hem daarnet verteld, hij staat in de coulissen. En ik ben hem daar ook ongelooflijk dankbaar voor. U kent hem misschien als danser en choreograaf. Dat was hij vroeger, nu is hij een volbloedschrijver. So you think you can write? Wel, je moogt gerust zijn. Vanavond leest hij voor uit zijn roman Cécile. Dat is het verhaal van Djibril. Dat is een Marokkaanse jongen van 11 die toevalligerwijs uit zijn dorp sukkelt
en mijn vrachtwagen in Parijs terechtkomt en daar een hele mooie jonge vrouw ontmoet. Dames en heren, de man die mijn dochter leerde lezen. Hier is Ishaïd Hamou. Het was een rustige nacht. Fonkelende sterren, een bleke maan. De zuivere lucht van het verre zuiden was verfrissend. Vanuit de verte kon je af en toe een bel van licht voorbij zien zweven. Iemand die terugkwam van een laat etentje of een bezoek aan een familielid, die etensresten naar zijn dieren had gebracht of die zich haastte naar de bosjes, op zoek naar verlichting na een zware avondmaaltijd. En zo pas was een nieuw lichtje de kleine doolhof van het dorp binnengedreven. Karim kende de weg met zijn ogen dicht en nam de straatjes waarvan hij wist dat er 's nachts geen mens kwam. Toen hij langs de school liep, die verscholen lag tussen palmbomen en rotsen, draaide hij zich om en trok Cécile dichter naar zich toe. De opwinding die hij daarnet bij de tent gevoeld had, was overgegaan in een angstige bezorgdheid die grensde aan spijt. Wat zouden de mensen van het dorp denken als ze hem zo zagen? Wat zou zijn vader zeggen? En zijn moeder? En zijn vrouw, die geduldig wachtte tot hij thuis kwam en die altijd met glanzende ogen naar zijn verhalen luisterde? Al die vragen spookten door zijn hoofd, terwijl hij als een dief in de nacht zijn eigen dorp binnensloop. Maar gek genoeg kwam tussen de vragen ook één antwoord bovendrijven. Hij wist nu met zekerheid dat zijn huwelijk alleen op traditie gestoeld was, niet op liefde. Cécile zag hem worstelen, maar omdat ze wist dat dit hun laatste nacht was, hun laatste kans om samen te zijn, besloot ze zich niet schuldig te voelen. Ze gaf een duwtje tegen zijn schouder en glimlachte, afwachtend of hij zou ingaan op haar onschuldige geflirt. Het leek erop dat hij hetzelfde wilde als zij, maar alleen had hij met zijn zachte, bedachtzame karakter veel meer tijd nodig om zijn verlangens in daden om te zetten. Toen hij het uiteindelijk met zichzelf eens was geworden, raapte hij zijn moed bijeen en legde zijn rechterhand op haar schouder. Langzaam streelde hij haar bovenarm, haar onderarm, om zijn vingers tenslotte met de hare te vervlechten. Zij streek met haar duim liefkozend over zijn handpalm om te tonen hoe blij zij was om bij hem te zijn. En dat was nodig. Want ze waren haast bij het huis. Zijn huis. En ze hadden elkaar al wel een hand gegeven, maar hand in hand lopen was toch nog iets heel anders. Het was een aanraking die een diep wederzijds vertrouwen uitdrukte. En daar waren ze. De plek waar hij een man geworden was, waar hij zich alle waarden van zijn familie eigen gemaakt had. De plek waar hij woonde en at en dronk, sliep en zijn gebeden zei. De plek waar hij zijn bagage voor het leven had gekregen, de plek waar hij was opgegroeid tot wie hij was. En hij kon zich niets intiemers voorstellen dan iemand de plek tonen waar hij een kind geweest was. Ze sloegen een laatste hoek om en daar lag het huis. Achter de ramen brandde nog licht, net voldoende om naar binnen te kunnen gluren, terwijl ze zelf in het duister gehuld bleven. Ze legden hun handen op het muurtje van onregelmatige stenen voor het huis. Zelfs onder de beschutting van de duisternis durfden ze niet meer dan hun ogen boven de rand uit te steken. Cécile zag niet veel. Maar de wetenschap dat ze een glimp opving van iets wat hoogst persoonlijk en belangrijk was voor Karim, stilde haar honger om zoveel mogelijk van hem te weten, te zien en in zich op te nemen. Karim onderging een zonderlinge sensatie. Door Cécile's aanwezigheid was het alsof hij het huis dat hij door en door kende voor de eerste keer echt waarnam. Karim hield zijn hart vast bij de gedachte dat er iemand naar buiten zou komen, maar kon een glimlach niet onderdrukken toen hij haar ogen zag schitteren van blijdschap bij het licht dat uit de ramen viel. En opeens stond er een donkere gestalte in de deuropening. Karim wist het meteen. Zijn vader. Ze doken weg met hun rug tegen de muur, hopend dat ze snel genoeg gereageerd hadden.
Hoewel Cécile zich veilig voelde bij Karim, begon het nu pas tot haar door te dringen dat ze in feite niets wist over de gebruiken van het dorp en over de gevolgen die haar impulsieve actie kon hebben. Ze kneep in zijn hand en keek hem bang, bijna smekend aan. Karim gaf haar een duwtje tegen haar schouder en gebaarde dat ze hem moest volgen. Op handen en knieën begonnen ze langzaam heuvelopwaarts te kruipen. Het gekrakeel van de verstoorde dieren op het erf was luid genoeg om hun geschuifel te overstemmen. Achter de hoek trok Karim Cécile een kleine nis in, een smalle holte in een muur tussen twee straten die door de onregelmatige gebouwen tot stand was gekomen. Overdag was de nis van buitenaf nauwelijks zichtbaar, 's nachts al helemaal niet. Ze bood slechts plaats aan één niet al te grote persoon. Maar op de een of andere manier lukte het hun om zich er allebei in te persen. Ze waren nu dichter bij elkaar dan ooit eerder. Zij was kleiner en stond met haar handen en hoofd tegen zijn borst gedrukt. Hij tielde zijn armen op en duwde ze uit alle macht tegen de stenen muren om haar zoveel mogelijk ruimte te kunnen geven. Hun angst stroomde weg en werd vervangen door spanning toen ze zich realiseerden hoe dicht ze bij elkaar waren. Het was een soort spanning waarmee je reikhalzend naar iets uitkijkt. Karim wist zich geen raad met de situatie, die in zijn cultuur als hoogst onfatsoenlijk zou worden beschouwd en verstarde. Hij kon alleen maar afwachten wat er nu zou gebeuren. Cécile, die nog steeds tegen zijn borst leunde, hoorde hoe zijn hart bokkensprongen maakte. Het onregelmatige gebons maakte haar aan het lachen. Hij keek van bovenaf op haar neer en voelde haar handen op zijn borst. Zij keek omhoog en zei: "Hart." Hij staarde haar aan. Ze gaf een klopje op zijn borst en fluisterde nogmaals: "Hart." Hij had haar de eerste keer al begrepen, maar had geen woord weten uit te brengen. Nu probeerde hij de klanken die uit haar mond kwamen zo goed mogelijk na te bootsen en zei: "Hart." "Ja, ja, hart," antwoordde zij. Ze legde de punt van haar wijsvinger op zijn neus en zei: "Neus." Hij stamelde, onzeker over zijn uitspraak. "Neus?" Ze lachte zijn verlegenheid weg en articuleerde nadrukkelijk: "Neus. Neus. Neus," herhaalde hij, tevreden dat ze alweer een obstakel overwonnen hadden. En nu ze een manier gevonden hadden om te communiceren, probeerde hij haar iets te vragen wat hem al lang bezig hield. Al sinds ze uit het toeristenbusje was gestapt, vroeg hij zich af wat die heerlijke geur was die altijd om haar heen hing. Hij nam haar hand en bracht die naar zijn gezicht. Nadrukkelijk snoof hij haar geur op en vroeg: "Hesh nu atchilik en shim?" Zij moest even nadenken, voor ze begreep wat hij bedoelde. "Oh, dat is vanille. Vanille." "Vanille?" herhaalde hij en stak de duim op van zijn linkerhand, die hij nog altijd tegen de muur hield. "Vanille. Vanille." Ze bloosde. Nog nooit had ze iemand ontmoet die tegelijkertijd zo mannelijk en zo kinderlijk klonk. Het spelletje ging door tot ze elk besef van tijd en ruimte verloren hadden. In die kleine holte, afgesloten van de rest van de wereld, ontdekten zij twee in elkaar. Uiteindelijk bracht Cécile haar wijsvinger naar haar mond en zei: "Lippen." Hij zei het haar na, zoals dat moest, volgens de regels van hun spelletje. Ze knikte snel met haar hoofd om aan te geven dat ze nog niet klaar was. En vervolgens legde ze haar middelvinger op zijn lippen en zei opnieuw: "Lippen." Aarzelend herhaalde hij het. Ze keek naar haar vingers, hem uitnodigend om haar blik te volgen. En terwijl ze ze langzaam naar elkaar toe bracht, zei ze het woord: "Kus."
voor haar in staat was zijn ogen van haar los te maken en het woord te herhalen, drukte ze haar mond op de zijne. En voor de eerste keer proefde hij de uitheemse lippen die zijn geliefde vanillegeur met zich meedroegen. Conscience die had een beetje een raar liefdesleven. Die mens was gelukkig getrouwd met ene Maria Pijnen. En na hun eerste ontmoeting omschreef hij haar als zo schoon en zo zuiver dat zij mij voorkwam als een engelijk beeld, omhuld met een wasemkring van kuisheid en van betoverende onnozelheid. Ik moet bekennen, dat is ook mijn ideaalbeeld van de vrouw. Wat Conscience daar beschrijft, dat was dus in het prille begin van de relatie. Het eerste moment van ontluikend verlangen. Zover waren we al op deze avond, maar het heeft lang genoeg geduurd, denk ik dan. Fuck Conscience, het is tijd dat de relatie geconsumeerd wordt. En dat gebeurt zo meteen in het werk van twee volbloed Vlaamse auteurs. De volksverbondenheid spat er vanaf. Ik weet niet of het u is opgevallen trouwens, maar dit jaar zijn het alleen maar Vlaamse auteurs of mensen die in Vlaanderen wonen. Dat is niet om de politiek ter wille te zijn. Het idee voor deze avond bestond al lang voor de Vlaamse regering geboren werd. En volgend jaar zijn trouwens alleen maar buitenlandse schrijvers, als die dan ook binnen mogen. Bon, maar nu eerst. Jeroen Teunissen leest voor uit zijn prachtige roman Jouw huid. Dat is het verhaal van een eurocraat en een Afrikaanse vrouw zonder verblijfsvergunning. Hij is een expat, zij is een migrant. En niets van dat alles staat de liefde in de weg. En daarna Gaia Schoeters, die leest een fragment uit een werk zonder titel over een man die na 15 jaar huwelijk zijn vrouw in de steek laat en terugkeert naar zijn allereerste liefde. We pikken in, de woordspelingen waren 1 plus 1 gratis, op het moment dat ze elkaar terugzien en schrik niet, er worden werkwoorden in gebruikt die rijmen op keuken. Hier zijn Gaia Schoeters en Jeroen Teunissen. Bij prachtig licht, alsof de storm voorbij was, kon ik onmogelijk niet het gevoel krijgen dat alles altijd en overal goed zou komen. Onverwachts was een zachtheid in het late najaar geslopen en ik voelde mij sterk, fris, ik rookte minder. Ik probeerde met wisselend succes om mezelf onder controle te krijgen. Het regende een beetje, de zon scheen bovendien. Alleen de regenboog ontbrak. En dan ineens, als vroeg ik erom, verscheen boven de rommel van de stad een verbijsterend volmaakt exemplaar, haast te mooi om echt te zijn. Een geluk leek in die regenboog te schuilen. Een utopische volmaaktheid die erg nabij en erg onbereikbaar was. Ik dacht aan haar. Vaak dacht ik aan haar. We lagen in een krakend bed. We zwommen in zee. We stonden in een douchecabine. We waren onderweg. En ze liet zand, zoals tijd of water, door haar vingers glippen. En ik keek naar haar ernstig en gebolde voorhoofd, naar haar neus, naar haar kin, haar schouders. Die arm die steeds opnieuw zand nam, steeds opnieuw. Wind speelde met haar vlechten. En boven ons verminkten de langzaam uitwaaierende condensstrepen een blauwe lucht. Ik nam zelf ook wat zand. Ik spreidde mijn vingers. Ik liet het naar beneden glijden. Ze rende ergens naakt door een verlaten veld, schaterend. Ik achter haar aan, minder snel. Ik kon haar niet bijhouden. We leefden. We bestonden. Op een warme ochtend, nog in de zomer, hadden we onze lichamen, nadat we in een rivier gezwommen hadden, laten drogen in zon en wind. En we zagen een valk bidden in de lucht. Plots in doodsverachting neerduiken, waarna hij met een klein en waarschijnlijk jong dier tussen zijn klauwen weer wegvloog. Een gruwelijk beeld van volmaakte schoonheid. Maar volmaakte schoonheid is vluchtig. Het zou snel winter worden. En ik liet het verkeer dus maar even razen. Ik stopte om die regenboog te bewonderen. Soms keek ik naar haar. Hoe ze woelde in haar slaap. Hoe ze vocht en dan weer volmaakt gelukkig leek.
Wanneer ze sliep en ik raakte haar aan, dan reageerde ze gevoelig als werd ze door een wesp gestoken. Soms nam ik in het milde ochtendlicht voorzichtig het laken aan een hoek vast. Ik vouwde het zeer langzaam weg en ik hoopte dat ze niets merkte. Ik bewonderde haar huid. Ik bestudeerde iedere lijn, hoe ze opgekruld lag, in perfectie. Meestal was ze prachtig. Meer dan ik wilde, dacht ik aan haar. Waarom had ik haar in mijn leven toegelaten? Waarschijnlijk nieuwsgierigheid. Ze was een flirt, toch? Ze moest een flirt zijn. Een stukje exotiek, een schadeloze verliefdheid. Ik had haar in dat café gezien en ik had haar gewild. Ik had gegokt omdat ik niets te verliezen had, de anonimiteit van een buurt die ik niet kende, en ik had gewonnen. Tegen mijn verwachting in had ik haar veroverd. Of misschien had zij mij veroverd. Die dingen zijn vaak niet helemaal duidelijk. Maar voor het overige was ik tevreden, soeverein. Ik verdiende geld, ik had een carrière. En toen zomaar nestelde ze zich in mijn bestaan en in mijn appartement, vulde de plek met haar geluiden en haar bewegingen en leek niet van plan om snel te vertrekken. Na die eerste nacht was ik opgestaan en ik had ontbijt voor haar klaargezet. Ik had goed gekeken dat nergens geld slingerde, je weet maar nooit, en ik was naar het werk vertrokken. Ze sliep diep, als wie een goed geweten heeft. Ik liet een briefje waarop ik haar een prettige dag wenste. De deur kon ze dichttrekken en ze kon mij later altijd telefoneren, toch? Ik zou dan nog wel zien of ik erop inging. Toen ik na het werk besloot om niet naar het Luxemburgplein te gaan, maar wat te rusten en op te ruimen en misschien na te genieten, verwachtte ik uiteraard dat ik het appartement leeg aan zou treffen. Maar ze zat gewoon aan mijn keukentafel. Ze dronk mijn koffie en ze had de ontbijttafel niet opgeruimd. Wel had ze in mijn woonkamer het stof afgenomen en ze had ook de vloer gepoetst. Ze bleek weggegaan en teruggekomen te zijn. Ze had voor mijn vertrek ontbeten en ze had na mijn terugkomst nog eens ontbeten. Ik kreeg het er benauwd van dat ze mijn reservesleutel van het sleutelhaakje genomen had. Ze zei, ik vind het hier een leuke plek. En ze lachte. Ik wilde mij kwaad maken, maar ik faalde. Met een gevoel van fatalisme, beseffend dat ze sterker was dan ik, heb ik een douche genomen. Ik ben bij haar gekomen en ik heb opnieuw met haar gevreeën. Langer dan de vorige avond, intenser ook, met minder nervositeit en met meer gevoel. Ze rook heerlijk kruidig en zoet en ze voelde warm aan. En ik merkte dat ook zij meer initiatief nam dan de vorige avond. Dat ze met meer vertrouwen bewoog, zich bewust van het genot en de kansen op nog meer genot. Ze zette haar nagels in mijn nek. Ze heeft de sleutel niet teruggegeven. Ze bleef een heel weekend. Ze zat in mijn tuintje en leek gelukkig. Ze leek altijd gelukkig. Maar ik weet niet of ze het was. Haar lichtheid was misschien een masker. Wat deed ze in dit land? Ze was een vreemdeling, niet eens een gast. In mijn kamer was het niet van belang. We zeiden niet veel. Als we praten, roerden we geen serieuze onderwerpen aan. We maakten lol. Voorlopig volstond het verlangen. Tijdens het werk dacht ik aan haar, zoals ik lange tijd bij anderen, tijdens het vrijen nog aan het werk had gedacht. Ik wist weinig van deze vrouw, haar verleden, wie ze was, en ik hoefde het voorlopig ook niet te weten. We zochten elkaar. We vonden een taal, een ritme. Op kantoor zat ik als een tiener te dromen, zeer vervelend in feite. Ik zat steeds maar aan die lach van haar te denken, die duizelingwekkende energie ervan, dat lichaam van haar, hoe het kronkelde in heerlijke guirlandes. Laura richt zich op,
het pak melk losjes in haar rechterhand. Haar ring, groot en zilver, vangt het licht van de lamp. De fonkeling doet hem opschrikken. Opeens dringt de absurditeit van de situatie tot hem door. Terwijl hij probeert zijn gedachten een halt toe te roepen, trekt zij een kast open en haalt er een pannetje uit. Waarom is hij hier? Giet de melk erin? Waarom vraagt ze hem niet waarom hij hier is? Steekt het gasfornuis aan? Gesis, getik, een blauwe vlam, het geluid van lucht die wijkt. Ieder ander zou het vragen, maar van haar verbaast het hem niet dat ze het niet vraagt. En zet het pannetje met melk erop. Wellicht is hij net daarom hier, bij haar. Vult met zorgvuldige bewegingen het espressopotje met koffie en water. Precies omdat ze het niet vraagt. Strijkt met de bolle kant van de lepel de koffie glad. Ook de eerste keer dat hij hier kwam, vroeg ze hem niets. Neemt een kloppertje van de haak. Hij was toen nog een student. Nog een jongen eigenlijk. En begint met een soepele slag van haar pols de melk op te kloppen tot ze schuimt. Ze vrijde toen gewoon, hier in de keuken, nog voor ze één woord met elkaar gewisseld hadden. Daar komen zijn gedachten abrupt tot stilstand. Bij zijn herinnering aan de gespannen stilte die aan hun eerste vrijpartij voorafging. Opeens, acuut, dringt de herhaling van de handeling tot hem door. Is haar zwijgen een uitnodiging? Ongewild ziet hij het voor zich. Hoe hij, ondanks al zijn brani verlegen, want achter welke grote woorden kon hij zich in deze stilte verstoppen, die avond op precies dezelfde manier tegen de deurpost leunde. Op zoek naar een houding, naar houvast in haar zwijgen en naar haar keek. Omdat hij instinctief aanvoelde dat zij iets had dat hij zocht. Dat ergens in haar lichaam het antwoord verscholen lag op zijn vraag. En zij het mysterie zou ophelderen waarvan hij wel het bestaan, maar niet de betekenis kon vermoeden. En dat het dat mysterie was dat deze bijna sacrale stilte vroeg. En hij daarom niets mocht zeggen. Bijna moet hij lachen om zijn eigen gedachten. Sacrale stilte. Waar haalde hij het? Het paste ongetwijfeld beter bij zijn zwarte rolkraagtruitjes, zijn sigaretten zonder filter en zijn Sartre-citaten dan eenvoudigweg toegeven dat hij bloedgeil was. Bloedgeil, totaal onervaren en doodnerveus. En hij dus gewoon geen idee had wat hij tegen haar moest zeggen. Laura draait zich om. Over de volle lengte van de keuken heen kijken ze elkaar aan. In stilte. En net als toen blijft ook hij zwijgen. Al zijn ervaring, al hun gedeelde ervaringen ten spijt. Hoe vaak hebben ze met elkaar gevreden? 2000 keer? 10.000 keer? Iets daartussenin wellicht. Dit is geen verlegenheid, geen onwennigheid, geen stilte die bestaat uit een gebrek aan woorden. Dit is een stilte die iets zegt waarvoor hij eenvoudigweg de woorden niet heeft. Nog steeds niet. Misschien was sacraal niet eens zo'n slecht woord, want tussen hen in openbaart zich opnieuw datzelfde mysterie. Het verlangen zich tegelijkertijd in de ander te verliezen en te vinden. Zichzelf te zijn. Lasciate ogni speranza, voi entrate, denkt hij weer. En vervolgens dat het verdomme nog steeds dezelfde geilheid is. Alleen dacht hij er toen, in tegenstelling tot nu, niet zo bij na. Was er toen alleen dat willen. De melk schuimt op, plots, hevig. Op de tast, zonder zijn blik los te laten, draait Laura de pit dicht. Wie ziet zij? De man die hij is geworden? Of de jongen die hij toen was? Hij kijkt naar haar en ziet slechts één vrouw. De afstand tussen die eerste avond in haar keuken en vannacht verkleint zich. De tijd trekt samen. Nu wordt toen en toen is nu. Geen van beiden zegt iets. Geen van beiden beweegt. Ze bevinden zich in dat korte, onzichtbare ogenblik tussen vluchten en toeslaan. Die seconde waarin een roofdier zijn volle gewicht in zijn poten verzamelt, alvorens zich af te zetten voor de sprong.
Ze wachtte. Maar waarop? Dan, bijna onmerkbaar, opent haar lichaam zich. Zelfs met zijn geoefend oog kan hij niet zeggen welk signaal het is dat zijn lichaam registreert. Hij zou het onmogelijk in een regieaanwijzing kunnen vatten. Gespeeld zou het altijd te groot zijn. Hier is het net klein genoeg. En toch is het onmiskenbaar duidelijk. Is het haar mond die zich een fractie verder heeft geopend? Haar lippen die iets roder zijn geworden, iets meer glimmen? Of is het de schaduw van haar tong die zich laat vermoeden in de donkere holte achter haar tanden? Is het haar arm die zich heel even in zijn richting strekt voor ze haar handen naast haar heupen op het aanrecht zet? Of is het de hoek van haar polsen? De vingers die zich sluiten om de houten rand, alsof ze zich schrap zet voor wat komen gaat. Misschien is het eenvoudigweg haar hele lichaam. Hoe ze zich een beetje opdrukt tot haar hielen loskomen van de vloer, waardoor haar bekken kantelt. Haar voet net voldoende opschuift om haar heup te laten draaien, waardoor haar benen zich een tikje meer spreiden. En ze zich vervolgens net genoeg naar hem toekeert om haar kruis precies op te lijnen met het zijne. Kom. In twee passen is hij bij haar, tussen haar dijen. Haar hand in zijn hals, zijn handen in haar haren. En toch niet kussen. Enkel kijken. Kijken en willen. Jaren ongeduld dat hij nooit heeft gevoeld dat nu naar buiten barst. Willen. Haar lippen, die half geopende mond, de klank die in het duister op hem wacht. Willen. Blind openen zijn handen haar hemd. De stof zweeft gevaarlijk dicht langs het vuur. Het zilver van haar ring flikkert langs de gesp van zijn riem. Een fonkelend gevecht. Geborrel, gesis, de koffie kookt. Even laat zij hem los. Haar vingers zoeken de knop van het vuur, terwijl haar andere hand blijft worstelen met zijn knoop. Hij schiet haar te hulp. Samen duwen ze zijn broek naar beneden. Ze vindt de knop en draait het gas dicht. Zijn handen glijden langs haar heupen. Hij moet hem pas terugzetten om haar slipje te kunnen uittrekken. Haar dijen willen hem niet laten gaan, of toch niet langer dan nodig. Kort trekt ze één been in, terwijl haar hand hem alweer zoekt. Zijn haar, zijn hals, zijn heupen. En dan, opeens, eindelijk, is hij in haar. Wat fotografie onderscheidt van elke andere kunstvorm, is de manier waarop ze de tijd stilzet. Het ogenblik bevriest. Een foto toont altijd het hier en nu. Niets ervoor, niets erna. Het fotografisch perspectief is momentaan. Al wat tot dan toe gebeurd is, loopt samen in één punt, waaruit nadien wel een waaier van mogelijkheden en gebeurtenissen kan ontspringen. Maar heel even, hier en nu, is er alleen dit. Dit moment. Waarin alles precies is wat het is. Niets meer en niets minder. Vaak laat zich meer vermoeden dan wat er te zien is, dat wel. Maar in het beeld staat de tijd stil. Er is geen voor en geen na. Geen oorzaak en geen gevolg. Soms, als de sluitertijd langer is, is het beeld lichtjes bewogen en laat het niemandsland tussen de binnenomtrek en de buitenomtrek ruimte voor interpretatie. Maar als het beeld scherp is, is het enkel dat. Absolute eenduidigheid. Het is dat samenvallen met zichzelf. Dat moment zonder afleiding, zonder reflectie, zonder twijfels en zonder onduidelijkheden, dat Paul zoekt. Dat ogenblik waarop zijn gedachten ophouden over elkaar heen te struikelen en zijn hoofd enkel nog gevuld is met stilte. Alsof hij uitkijkt over een landschap waar niets nog tussen hem en de horizon staat. En zijn oog zich kan ontspannen omdat het niets meer ziet dan een lijn. In die leegte kan het mysterie zich ontvouwen. Het mysterie dat, begrijpt hij nu, een eenvoudige waarheid inhoudt. Wat is, is. Het is de laatste gedachte die hij heeft. Daarna is er alleen nog het.
het neuken. Kon luisteren naar het liklied dat ongetwijfeld wordt opgenomen in de Vlaamse kanon. Proza allemaal goed en wel, maar de ware liefde laat zich nog altijd het best bezingen in verzen. Het is tijd voor de dichters. We beginnen met Dominique de Groen. Haar dichtbundels die heten Shopgirl en Sticky Drama. Het zijn gedichten over Buffy the Vampire Slayer en Kanye West. Terwijl, als je ze ziet, je zou ze €5 geven. Maar pas op, mispak u niet. Haar gedichten zijn the next level shit. Als Adil en Bilal ooit poëzie gaan verfilmen, dan zal het dankzij haar zijn. En daarna komt Dimitri Verhulst. Jawel, we kennen hem als proza-schrijver, maar hij heeft ook prachtige dichtbundels gemaakt. 2 om precies te zijn. In 2001, Liefde tenzij anders vermeld. En dan, 15 jaar later, de bundel waar hij vanavond uit voorleest, Stoppen met roken in 87 gedichten. Maar dus eerst de Kim Kardashian van de Vlaamse letteren, Dominique de Groen. Hymne. Elektriciteit stroomt door mijn aders. Een magisch object stroomt door mijn aders. 1000 afgronden, krioelend van leven, stromen door mijn aders. Genen doen een zijwaartse schuifeldans in mijn aders. De onzichtbare hand van een dode markt roert in de besmette vloeistof in mijn aders. Een stoet van planeten trekt door mijn aders. Ik infecteer mezelf met mijn bacteriële broeders. Ieder wezen dat ooit bestond, stroomt door onze aders. Wij stromen door de hunne en worden licht, zwevend door de kosmos, tussen enorme koolstofketens. Droom nummer 4, waarin het offerlam zichzelf droomt. Het offerlam is een flexwerker. Het offerlam is op de vlucht voor het klimaat. Het offerlam is stikkend korstmos in zuurstofloze stad. Het offerlam is vogel op hoogspanningskabel. Het offerlam heeft in theorie een baarmoeder. Het offerlam is een junkie. Het offerlam is niet wit. Het offerlam is de gedaante die flikkert in statische ruis. Het offerlam is ondood. Het offerlam is een ziel. Gevangen tussen piepschuim en cellofaan. Het offerlam is nooit niet dronken. Het offerlam werkt 100 uur per week. Het kwaliteitsofferlam is jouw ecologische aflaat. Het offerlam blijft slikken.
Het offerlam spookt door ieder lichaam. Het offerlam is postnatuur, het offerlam is langdurig werkloos, het offerlam is obsceen. Het offerlam ziet niet, maar wordt wel gezien. Het offerlam is de collectieve droom van rijke en machtige mensen. Het offerlam, meer offer dan lam. Het offerlam, kwantificeerbaar lichaam. Het offerlam, 24/7 on camera. Hashtag je suis offerlam. Het offerlam mist haar doden. Het offerlam heeft geen lichaam. Het offerlam is een lichaam. En nu ze weet dat dit bestaat, kan het offerlam niet zonder. Het offerlam is roadkill langs de information superhighway. Het offerlam is een wapen van massaconsumptie. Dit is het werk van het lam. Het offerlam zet de tanden in de toekomst. Bijt die per ongeluk stuk. Het offerlam zet de tanden in het einde der tijden en proeft bloed. Het offerlam is verwoestijn de grond. Het offerlam sleept tepels over ruwe, harde grond. Het offerlam bloedt baarmoederwand op droge, zandige grond. Het offerlam is een markt voor tampons. Het offerlam is lui. Het offerlam is magisch. Het offerlam is gewoon een kind van haar tijd. Maar het offerlam was hier eerst. Het offerlam is het onheilige product van media en het agrarisch-industrieel complex. Het offerlam is zeezoogdier met gezwollen lever vol gif. Het offerlam in mystieke unie met gras en struik. Het offerlam verstrikt in visnet. Het offerlam bol zonder kern. Het offerlam vorm en kleur, maar weinig meer. Het offerlam reflecteert alleen zichzelf. Het offerlam is warmte. Het offerlam is puur affect. Het offerlam is zo ongelooflijk zacht. Maar het offerlam is niet onschuldig. Het offerlam is opgeblazen kring in abattoir. Het offerlam is poetsmedewerker die het lijksap wegspuit. Het offerlam is bacterie in darm. Het offerlam is dood. Vanwege jouw gebrekkig theoretisch kader. Het offerlam wil, maar wat? Het offerlam ziet door de bomen het bos niet. En nu ook geen bomen meer. Het offerlam kan niet meer. Het offerlam trilt op haar hoefjes. Het offerlam is nostalgisch naar de toekomst. Het offerlam is geen symbool. Het offerlam verzet zich tegen jouw kritische lezing. Het offerlam ontwaakt uit haar droom. Het offerlam ontwaakt uit ieders droom. Het offerlam is always already. Het offerlam is immanent. Het offerlam is trauma. Het offerlam is hopeloos uitgezaaid. Met geweld is het offerlam vloeibaar gemaakt. Maar het offerlam will be back. Laat mij het zijn die straks overblijft wanneer je gaat. Zo ben jij het die het wordt bespaard te zien dat winters blijven komen. Ook als wij ons niet meer kunnen warmen aan elkaar. Laat mij je overleven. Zij het niet te lang. Zodat ik je missen kan. En ik zal er me van vergewissen dan dat het duister zuigt. De leegte trekt. Niets ergers dan te moeten wachten en toch klaar te zijn voor het vertrek. Laat mij het zijn die straks alleen ontbijt met stompe tanden naast de krant
Ik kom je dagelijks tekort, sleep me van spleen naar wee en wil vooral niet dat het beter wordt. Mijn lief, mijn lief, mijn lief, geef mij de rouw. Ik zal ze dragen, voorbij mijn kunnen, in alle koppigheid. Ik drentel door mijn al te lange dagen, van kop tot teen gehuld in ochtendgrijs en ik zal drinken. Hoewel ik het niet verdraag, op ons, dat we mochten, eventjes, bestaan. Ga jij mij voor maar in die domme, domme dood. Ons bed ligt slechter dan het graf. Ik zal naar je tasten in de nacht. Je wordt de leegte die mijn schoot niet past, de mensenmuur die duizendmalen horen zal hoezeer ik jou heb lief gehad. Geef maar aan mij die eenzaamheid. En ik zal onbedaarlijk wenen wanneer ik met mezelf ga spelen. Aan ons denkend hoe het was. Ik zal van je dromen in detail en daarna komen. En kapot gaan bovenal. Dank je wel. Vlak voor hij weer vertrok, greep ik mijn kans. Luisterde hem toe, hoezeer ik dag en nacht aan hem dacht. Hij kuste me en lachte, hij wuifde nog een keer en toen stond heeft hij
slechts één kon krijgen mijn hart. Stefanie Jansen was dat. Het mogen duidelijk zijn dat we met het gedicht van Dimitri Verhulst bij de laatste fase zijn aanbeland. Het onvermijdelijke verlies, het afscheid, de pijn. De rouw ook, waarmee elke liefde vroeg of laat te maken krijgt. Zelfs Conscience was er niet van gespaard. Hij had 5 kinderen, 4 ervan zijn jong gestorven. Nu, Fleur Pirets leest zometeen een aantal fragmenten uit haar autobiografie, die niet haar eigen naam draagt, maar die van de vrouw van haar leven, Julian. In 2017 vatten ze het plan op om te trouwen in alle landen waar het holubi-huwelijk legaal is. Dat waren er toen 22, ondertussen 28, het werden er uiteindelijk 4. Kanker vond een plan, de nek om, het bleef bij 4 weddings en een funeral. En het enige wat overblijft is een onmetelijke leegte en een hartverscheurend mooi boek. Een ode aan het leven en aan de liefde en vooral aan Julian. Hier is Fleur Pirets. Mijn favoriete liefdesverhaal was het onze. Het begon in Amsterdam op 9 december 2010 en reisde als kunstproject de wereld rond. Mijn vrouw stierf op 22 januari 2018. We hadden elkaar in 4 landen het ja-woord gegeven. Toen ze stierf, nam ze al het licht met zich mee. Toen ik haar voor het eerst zag, ging het licht aan. In mijn hoofd, in mijn lijf. Alles kwam in focus en ik wist dat zij degene was met wie ik grootste dingen zou doen. Een leven lang. We gingen samen oud worden. Tijd en leeftijd spelen geen rol in voor altijd. Enkel als het stopt, haalt het je in recordtempo in. Tijd loopt niet meer lineair. Hij draait in cirkels en ik probeer als een waanzinnige een aantal rustpunten aan te brengen. Punten waarin ik dingen kan opnemen en andere kan achterlaten. In de eerste 5 jaar van onze relatie leefden we alsof tijd niet bestond. Volwassen, dat waren de anderen. Degene in die parallele wereld die gebaseerd was op tijd en waar allemaal serieuze dingen werden gedaan. Wij hadden een ingebouwde aandrang tot spelen. En het niet respecteren van het concept tijd was daar een onderdeel van. We hadden onze deadlines, maar dat was het enige dat vaststond. Voor het overige stonden we op en gingen we slapen wanneer het ons uitkwam. We maakten elkaar in het midden van de nacht wakker, namen de auto, reden naar Parijs en ontbeten daar in een koffiebar waar de klok 8 uur aanwees, maar voor ons had het evengoed 4 uur 's middags kunnen zijn. We zwierven door steden en liepen bewust verloren. Tijd strekte zich uit, wandelde met ons mee, haalde ons in en liet ons achter. Maar wij waren ons er niet van bewust. We waren zo goed in leven. En hebben die 7 jaar geconsumeerd alsof het er 30 waren. Liefde geeft je de waan van onsterfelijkheid. Er staat iets in elke kamer sinds ze er niet meer is. Ik kan het horen nog zien, maar ik weet dat het me in de gaten houdt. Het kijkt naar elke beweging en luistert naar elke gedachte. Het volgt me op straat, staat verscholen achter hoeken, vermomt zich als een gebouw, een plein of een koffiebar. Ik loop op mijn tenen en probeer me zo stil mogelijk te houden. Want zodra ik een verkeerde beweging maak of een blik in een bepaalde richting werp, raast het op me af, slaat het alle lucht uit mijn longen, gaat op mijn borst zitten en zuigt al het leven uit me weg. Tussen 1901 en 1907 voerde de arts Duncan MacDougall een aantal experimenten uit om de menselijke ziel te wegen. Hij betoogde dat de ziel als meetbare ruimtelijke substantie in het lichaam aanwezig moest zijn, aangezien het een volledige individuele persoonlijkheid kon bevatten. MacDougall had een gespecialiseerde weegschaal annex bed ontworpen waarop hij stervende mensen te rusten legde en wachtte tot ze doodgingen.
Hij noteerde niet enkel de exacte tijd van de dood, maar ook het verschil in gewicht rond dat moment. Hij calculeerde verlies van vloeistoffen en zuurstof mee in zijn berekening. Zijn conclusie was dat de ziel een gewicht heeft. Als ze dood is, dwaal ik van de ene kamer naar de ander, op zoek naar haar 21 gram. De laatste slok uit een fles, een loszittende wimper, het zien van een regenboog. Alles was steeds een reden geweest om een wens te doen. Ik weet niet wat te wensen, zei ze dan, ik heb jou al. Wens een egeltje, zei ik dan, voor op ons terras. We hadden om gezondheid moeten vragen. Dat hadden we in al ons geluk over het hoofd gezien. Een curator wil graag dat de foto van ons huwelijk in Antwerpen deel uitmaakt van een tentoonstelling in Beaux-Arts in Brussel. Nu moet ik toch iets voelen, denk ik. Het is een grote tentoonstelling. Maar ik voel niets. Ik ben enkel misselijk omdat ik het niet aan haar kan vertellen. Ik vind het verbluffend te weten hoe goed ik weet wat ik niet wil. Terwijl wat ik wel wil, angstvallig verscholen blijft achter één zin. Ik wil haar terug. Tijdens huilbuien die nog steeds zo diep gaan dat ik soms denk erin te blijven, smeek ik haar om een teken. Een teken dat ze het goed stelt. Dat ze niet ergens is waar het koud en donker is en dat mijn grauwe fantasie geen waarheid is. Maar ik krijg geen teken, zelfs geen kleintje. En ik moet concluderen dat dood dood is. En dat een ziel misschien 21 gram weegt, maar zich daarom niet bij ons bevindt. Ik ga alleen slapen. Ik sta alleen op. En ze is er niet als ik me op een onbewaakt moment omdraai om iets tegen haar te zeggen. Mijn dagen verlopen in een waas en het enige waaraan ik kan denken is dat ik met haar naar huis wil. Maar ze komt nooit meer terug en er is geen huis meer. Toen we aan ons trouwproject begonnen, hebben we ons huis en al onze spullen verkocht om te kunnen reizen. Elk met één koffer en een hoop goesting. Zij was mijn thuis en het maakte niet uit waar we woonden. Een beslissing die met heel veel liefde was genomen, laat me nu in een totale leegte achter. Twee mensen werden één geheel en toen was de wereld opeens duidelijk. Hoe leer ik dat ooit af? Als één van de twee wordt weggenomen, vallen ook alle magie en schoonheid weg die het leven reden gaven. Ik slaap met haar muts en haar sjaal. Het zijn de enige kledingstukken die haar geur hebben vastgehouden. Ik ruik warme karamel, bladeren in de regen en een ondertoon van Tom Ford's Men. Elke ochtend word ik wakker met een glimlach en denk ik voor een seconde dat de wereld terug is zoals hij hoort te zijn. We moesten altijd lachen als we bij het ontwaken merkten dat we 's nachts elkaars hand hadden vastgehouden. Wat als al mijn geluk, al mijn enthousiasme, al mijn levenslust enkel bestond in combinatie met haar? Wat als het niet de zwaartekracht is die mij op mijn plaats houdt? Is de zon die sterretjes van licht maakt in de zee nog steeds zo mooi en wonderlijk als jij de enige bent die kijkt? Ik ben kwaad. Ik ben triest. En ik ben teleurgesteld. Maar ik merk ook dat er een soort onbevreesdheid in de maak is. Want elke keer als ik val, sta ik opnieuw op. Ik recht mijn schouders, ik klop het stof van mijn kleren en ik laat het diep tot mij doordringen dat ik mijn grootste nachtmerrie heb meegemaakt. De grootste horror die ik me kon voorstellen. Maar elke keer kom ik overeind
kijk ik het leven in de ogen en zeg ik, bring it on. Ik weet dat als ik hiermee wil leren leven, angst een luxe is die ik me niet meer kan veroorloven. Moed is angst in beweging. Nietzsche schreef ooit, wat je niet doodt, maakt je sterker. Ik heb dat altijd een heel romantische gedachte gevonden, maar vandaag verwerp ik haar als een hol cliché. Wat is gebeurd zal me misschien niet doden, maar het heeft me tot op het bot verwond. Het heeft mijn hart uitgerukt en het heeft me ademloos achtergelaten. Wat je niet doodt, maakt je anders of vreemder. Maar ik zal mijn uiterste best doen om te leren hoe ik hiermee moet omgaan. Ik leer mij met dogeloze onzekerheid te bedwingen als ik nadenk over waar ze nu is, omdat ik niet weet hoe het met haar gaat. Ik leerde dat mijn moeder en mijn vrienden zich maanden als koorddansers om me heen hebben bewogen, maar dat ze nu voor vaste grond onder mijn voeten zorgen. Van hen leerde ik dat er zelfs liefde is in de zwartste tijden. Ik voel haar aanwezigheid nog steeds niet. Niet wanneer ik ga slapen, niet wanneer ik wakker word, niet wanneer ik tegen haar wil praten, niet wanneer ik mijn hand op haar wang wil leggen en zeggen dat ik van haar hou, niet wanneer ik haar wil vertellen hoe eenzaam ik ben zonder haar. Maar ik weet dat ze verder leeft in mij en in het werk dat ik doe. Ik zal hiermee genoegen moeten nemen, maar ik moet nog steeds leren hoe ik dat moet doen. Dank u wel. Bij wijze van uitzondering geven we dit jaar op Saint-Amour voor één keer niet het laatste woord aan de schrijvers, maar aan de zangers. Sopraan Stefanie Jansen brengt met de bronstige bazookas een hymne, een soort ode aan die Freude, een laatste blijk van verbondenheid. Niets is eeuwig, zingen ze, ook het slechte niet. Laten we ons aan die gedachte optrekken. Mocht iets in u de neiging voelen om te gaan rechtstaan, hou het vooral niet tegen. Leg uw hand op een borst of een bil naar keuze, neurie, kreun of gil, zoveel u maar wil. Dank u wel dat u er was. Wees voorzichtig onderweg naar huis, zorg goed voor elkaar. En hier is voor u en voor ons allemaal, tot slot, de hymne voor een propere wereld.